Volgens hemzelf is het een show voor de jongeren van geest. Wij holden met hem mee achter de schermen. Rolf Wouters staat garant voor flitsende programma's. Dat belooft spektakel tijdens de repetities. Maar dat valt tegen. De voorbereiding van Now or Never gebeurt serieus. En Rolf is de rust zelf. Het repeteren is eigenlijk alleen een beetje de volgorde bepalen. En dan ziet het er zo uit. Regisseur Guus Verstraeten ontdekte Rolf en heeft hem op de carrière-ladder omhoog zien rennen. Hij is heel erg gegroeid. Nee, het is een talent, hè. En ik ben een grote fan van Now or Never. Hoe gaat het met, smeren en zo? Wij proberen mensen over te halen om iets te doen wat ze of niet durven of gewoon niet graag willen. En ieder heeft iets in zich van wat ik eigenlijk niet durf, vind ik wel spannend om te doen. Hou mensen op en breng dingetjes en echt assistenten. Now or Never zit nu bij RTL 4. Straks bij Veronica. Wie weet is het als ze terugkomt bij Veronica te zien volgend seizoen. Beneden naar boven rennen, dat is action host. Dat is vrij vermoeiend omdat je vanuit stilstand eigenlijk ineens gaat rennen. Rolf improviseert als de beste, maar met name van kandidaten heeft hij veel moeite. Ik ben erg slecht in het onthouden van namen. Voor de rest onthoud ik alles. En ik hoef niet eens zoveel te onthouden omdat het meestal gewoon improvisatie is. Er geen tekst ligt vast of wat dan ook. Maar namen, daar ben ik echt vreselijk slecht in. Is het geheim, hè? Waarom haalt dat zo reizen? Ja. Het team van Now or Never kiest heel bewust onderwerpen die niet over de schreef gaan. Toch zijn er nog klachten. Bijvoorbeeld over dat het in de eerste uitzending zat, is het geloven of niet. Maar over mensen die schreven dat het katten-item, met meisjes zo bang was voor de katten, dat het echt niet kon. Dat de katten werden mishandeld. Nou, en dan denk ik echt van, wat zijn dat voor mensen die zoiets schrijven? Eén, kijk alsjeblieft niet meer naar het programma. Het helemaal nog geen behoefte aan dat soort kijkers. Twee, dat je over zoiets druk maakt. Waar gewoon huiskatten in een kamer die gewoon van links naar rechts wiepen en dat de hele dag gewoon niet anders doen. Het is wel een hard programma nou, Def. Ik bedoel, in die zin dat wij mensen echt voor het blok zetten. En dat als er eenmaal voor gaan alles echt is. Als iemand 24 uur aan het steppen is, noem maar wat. Dan kunnen we er toch maar 12 minuten van uitzenden. Maar iemand doet het wel echt. Het studiopubliek speelt een belangrijke rol bij Now or Never. Het publiek komt binnen, het is meteen spannend, het is donker, muziek draait. We hebben een countdown-klok, we nemen het op alsof het live is, dat is het niet. Maar we houden ons wel aan dezelfde tijdsbeperkingen. Dus op klok op nul, dan kom ik op. En dat geeft een hele aparte sfeer. En Now or Never op tv, dat is heel leuk, maar je moet erbij zijn. Dat is nog veel spannender. En Now or Never is er iedere vrijdag om 9:55 bij RTL 4.